Universiteit van Nederland. Ik heb hier lekker gepoept op een heel schoon toilet. Ik heb net een grote boodschap gedaan voor wetenschappelijk onderzoek. Ik heb net gepoept voor de wetenschap. Poep. Ook daar buigt de wetenschap zich over. Je hoorde net drie proefpersonen die hun drol doneren op Lowlands. Sophie van Zonneveld schraapt kleine stukjes van die drollen af voor haar onderzoek. Gadver. Waarom zou je dat willen? We weten steeds beter dat de hersenen en onze darmen met elkaar verbonden zijn. En de gezondheid van de bacteriën in je darmen kunnen daarmee ook de gezondheid van je hersenen beïnvloeden. En daar zijn we benieuwd naar, want we kijken hier ook naar persoonlijkheden van mensen. En of we de persoonlijkheden kunnen associëren met de bacteriën die in je darmen leven. Dus je bent wat je poept? Het zou toch wat zijn als je je persoonlijkheid kan aflezen uit je ontlasting? Of je extravert bent of creatief, of dat je juist meer kans hebt op een depressie. Dan wordt een drol ineens een stuk interessanter. Al is Sophie al heel lang gefascineerd op poep. Dat je dan zo'n mooie appel eet en dat dat dan vervolgens als bruine derry eruit komt, dat vond ik als kind heel bijzonder. Dus voor mij is het al heel normaal. Maar ik merk wel dat een heleboel mensen het hier toch wel wat ongemakkelijk vinden. Hier is dus op muziekfestival Lowlands, waar de Universiteit van Nederland op bezoek is op Sophie's toilet. En niet zomaar één, nee, de schoonste en meest luxe van heel Lowlands. Geen overbodige luxe, want op een festival lopen dagenlang 50.000 bezoekers rond. En die moeten allemaal vroeg of laat naar de wc. Nou, dan kan je je wel voorstellen dat die dicties en toiletgebouwen niet al te fris ruiken. En dus biedt Sophie een mooi alternatief. Nou, welkom in onze container. Ik zit hier op een gouden toilet. Deze kunnen mensen zien om binnen te komen. Maar dit is natuurlijk niet waar mensen echt gaan poepen, op deze gouden toilet. Daarvoor hebben we de schoonste toiletten van Lowlands hier achterin. Nou, deze toilet is echt een stuk ontspannender dan de gemiddelde Lowlands toilet. We hebben een lampje, deootje en uiteraard de verzameling informatie over hoe je de poep moet verzamelen. En hoe rent jij deze wc nou ten opzichte van de andere? Nou, veel lekkerder. Schoner, frisser en ja, dus een stuk relaxter. Het is echt een hele rustige vibe hier. Elke keer als iemand is geweest, dan gaan wij er langs met de schoonmaakmiddelen. En zorgen we ervoor dat de volgende Lowlands-ganger daar ook weer rustig en schoon kan zitten. En jij zelf staat er ook schoon te maken? Ik sta daar ook zeker te poetsen, ja. En hoe ervaar jij dat? Over het algemeen valt het mij heel erg mee. Ik had het eigenlijk erger verwacht, maar gisteren was er wel één keertje dat ik wel dacht, oké, dit is wel een hele taaie. Ik denk dat die er zelf ook wel heel veel moeite mee had. Het is wel de ideale manier om materiaal te verzamelen. Om de drollen uit te lezen kijkt Sophie naar microbiota in het microbioom. Sophie, help ons even. Het microbioom staat voor allerlei bacteriën. De grootste groep is bacteriën, maar je hebt ook virussen en schimmels. En dat zijn eigenlijk beestjes. Ik noem ze ook wel eens onze friends with benefits. Want ze helpen ons met het verteren van voeding. En dat doen ze allemaal weer. Dus al die verschillende stammen, kunnen we zeggen, doen dat op hun eigen manier. Omdat verschillende bacteriesoorten andere omzettingen doen in het verteren van de voeding, kunnen zij ook bepalen hoeveel en welke andere stofjes er komen. Bijvoorbeeld dopamine en serotonine, dat zijn misschien wel bekende termen. Die zijn belangrijk in je darmen, maar die beïnvloeden ook je hersenen. Serotonine is erg belangrijk voor je stemming bijvoorbeeld. En dopamine meer voor durven en doen. Oké, dus de stofjes die in je darmen vrijkomen beïnvloeden hoe jij je voelt. We weten vanuit muizenonderzoek dat angstige muizen, die hebben dan een bepaald microbioom. En als je die microbiota geeft van muizen die juist dapper zijn, worden die angstige muizen opeens dapper. Of in ieder geval niet zo angstig meer. We weten ook uit mensen dat mensen die bijvoorbeeld heel lang een antibiotica kuur hebben gehad, dat tast je bacteriën aan, dat die de neiging hebben om manisch te worden. Dus dat je manische kenmerken kan krijgen. Wat we ook weten is dat mensen met een psychiatrische stoornis, dat die een andere samenstelling hebben van het darmmicrobiota ten opzichte van gezonde controles. Dus we weten dat er eigenlijk al, ja, dat die darmmicrobiota invloed hebben op ons gedrag. Maar hoe dat gelinkt is met de persoonlijkheden, dat weten we nog niet. Die link tussen je poep en je persoonlijkheid is nog nooit goed onderzocht.
Sophie en haar collega's zijn de eerste die dit op grote schaal doen. Met hulp van Lowlands-bezoekers. Schone wc. Ik bedoel, liever dat dan op een vieze dixie gaan. En ik vind het hele leuke, je moet er toch naar de wc. Ik was hier gisteren langsgelopen. En toen dacht ik van, goh, als ik in de buurt ben en ik moet, dan ga ik hier even langs. De droldonateurs hoeven maar een heel klein buisje te vullen. Die samples worden direct opgeslagen. Doosjes vol met kleine buisjes met daarin stukjes afgeschraapte poep. Het is heel belangrijk om ze in de vriezer te bewaren, want daarmee blijven de samples goed bewaard. En stinken ze ook als ze hier in de vriezer liggen? Nee, hier als het eenmaal heel koud is, dan stinkt dat niet zo meer. Nee. Naast het doneren van poep vullen deelnemers ook een vragenlijst in die iets vertelt over hun persoonlijkheid. Dat is openheid, conscientieusheid, extraversie, altruïsme en neuroticiteit. Nou, en wat houdt dat nou in? Wat zijn nou die kenmerken? Openheid, dat zijn bijvoorbeeld mensen die wat nieuwsgierig zijn, avontuurlijk, veel willen doen. Extraverte mensen zijn graag, krijgen energie van in grote groepen zijn. Altruïsme is ook wel vriendelijkheid. Dus dat zijn mensen die makkelijk in de omgang zijn met anderen. Neuroticiteit, dat is dan weer eigenlijk die we misschien wel nu het interessantst vinden. Want neuroticiteit is gekenmerkt door wat meer verdriet, humeurig, angstgevoelens, prikkelbaarheid. En nou ja, deze persoonlijkheid kan ook een verhoogde kans geven op het ontwikkelen van een psychische stoornis. Van alle deelnemers heeft Sophie uiteindelijk de resultaten van de persoonlijkheidstest en de poepsample. Daarmee is ze er nog niet. De poep moet nog geanalyseerd worden in het lab van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor moeten we het natuurlijk weer eerst ontdooien. Door het een beetje te verwarmen, weer wat af te schrapen en dan gaan we dat in het lab gaan we dat DNA eruit halen. Nou, dan hebben we dat DNA en dan komen er technieken te pas die behoorlijk ingewikkeld zijn en die wij helaas niet zelf kunnen doen. Dus dat doen we in samenwerking met een lab in Frankrijk om te kijken welke beestjes, welke bacteriën er nou in onze poep of in de poep die wij verzamelen zaten. Dan weten we dus van alle verschillende poep of van alle deelnemers wat voor microbioomsamenstellingen ze hebben, welke bacteriënfamilies daarin leven. En dan willen we dat vervolgens gaan associëren met die persoonlijkheidskenmerken. Misschien kunnen we hier wel vinden dat mensen die neurotischer aangelegd zijn, dat die bepaalde microbiota meer of misschien juist minder hebben, dat ze die ontbreken. En hoe mooi zou het zijn als je dus weet dat mensen die microbiota ontbreken, dat je die dan kan aanvullen, zodat je de angst en de prikkelbaarheid kan dempen. Dat jouw poep kan vertellen of je creatief of extravert bent, is heel tof om te weten. Maar daar stopt het niet. Als je precies weet welke microbiota invloed hebben op hoe jij je voelt, kan dat een grote rol spelen bij de behandeling van psychische stoornissen. Dus we hopen uiteindelijk mensen die meer kans lopen op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis, omdat ze bijvoorbeeld een persoonlijkheid hebben die daar wat meer bij past, om die al te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld als hier uitkomt dat zij bepaalde bacteriën ontbreken, kunnen we die ze misschien toedienen aan de hand van probiotica. Daarmee ben je al bezig voordat iemand een psychiatrische stoornis ontwikkelt. Maar goed, dat hangt natuurlijk ook van een heleboel factoren af. Maar uiteindelijk hopen we ook een stukje extra kennis te krijgen en te weten hoe het nou precies zit. Want eigenlijk weten we op het moment, we weten er leven bacteriën in onze darmen. Maar hoe het precies allemaal zit, is nog best wel een heel groot raadsel. En dat begint allemaal bij honderden droldonateurs op Lowlands. Dankjewel voor jullie grote boodschap. En Sophie, bedankt dat we langs mochten komen. Tot de volgende! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig.